De heer Eertmans. Ja, mijn vraag is eigenlijk, is er een subsidieplafond voor de minister? Hè? Want we tellen het op tot 10 miljard energiebelastingheffingen inderdaad op energie. Dat kost geld. Dat komt het neer op, heb ik uitgerekend, of ik niet. Maar volgens mij het CBS, 2000 euro per gezin, per jaar, exclusief accijnzen. Waar ligt het plafond als de groene groei moet worden afgerond? Het woord is aan de minister. Voorzitter, we hebben een ambitie om dit land te verduurzamen. Om onze economie te vergroenen, om klimaatverandering tegen te gaan. Ik weet dat de heer Eertmans daar iets anders over denkt dan ik en dan dit kabinet. Maar dit is wel de ambitie die er is en ook de verantwoordelijkheid die ik vind dat wij, dat deze generatie politici heeft om dit land ook naar de toekomst toe schoon, veilig en economisch sterk door te geven. Dat vraagt veel. Van iedereen, van ondernemers, van mensen, van ook de overheid die zelf ook een heel aantal stappen moet zetten. En daarom vind ik het ook niet meer dan logisch dat we daarbij ondersteunen en helpen waar dat kan. Maar in alle gevallen geldt het is een wederkerige verantwoordelijkheid. En daarom zei ik ook wat ik zei over die maatwerkafspraken. Dat is voor die bedrijven die een extra stap willen zetten. Maar het is wel aan hen om die extra stap te zetten. En dan zijn wij er om daarbij te ondersteunen. Nog een vervolgvraag van de heer Eertmans. Maar heiligt het doel dan de middelen? Heiligt het klimaatdoel voor bedrijven, voor MKB'ers, ik heb die cijfers genoemd, de middelen die we daarvoor nodig hebben? Die mensen die moeten opbrengen. De minister. Voorzitter, om aan deze ambitie te voldoen en aan deze verantwoordelijkheid invulling te geven, worden heel veel maatregelen genomen. En het is eigenlijk een combinatie altijd van subsidiëren, normeren en beprijzen. Dus het is langs die drieslag dat het beleid wordt vormgegeven. Dus daarmee heiligt het doel niet alle middelen, maar het doel is wel dermate belangrijk dat we alles op alles zetten om door te normeren, door te beprijzen en ja, door ook te subsidiëren, door mensen te helpen, door net dat duwtje te geven met de SDE++ om een exploitatie die nu nog niet ronddraait rond te kunnen laten draaien. Om bedrijven die geweldige ideeën hebben, maar daar net een beetje financiering voor nodig hebben om dat van de grond te krijgen met een Veki, de Nikki, de DijPlus, die allemaal net op een ander aspect van verduurzaming zien, om die daarbij te helpen. En ik sta er volledig achter dat we dat doen. Dat geld moeten we wel altijd zorgvuldig en netjes uitgeven. Dus ook goed kijken, worden daarmee de doelen gehaald die we willen behalen? Voorkomen we oversubsidiëring, waar mevrouw Rodekerk, mevrouw Posma, mevrouw Teunis ook in het vorige debat naar vroeg. Want dat moet niet. Daar zijn ook mechanismen voor ingebouwd. Staatssteun moeten we voorkomen. Maar met dat allemaal gezegd hebbend en de ambitie waar we voor staan, vind ik het goed dat we nu een pakket hebben waar ook subsidiëren onderdeel van uitmaakt. Uw laatste, meneer Eertmans. Ja, voorzitter. En mijn punt is, zonder subsidie stort die markt dus in. Mensen kopen geen elektrische auto als het niet gesubsidieerd wordt, als ze niet korting krijgen op hun belasting. Mensen nemen geen zonnepanelen als ze merken dat ze moeten gaan betalen als ze de stroom terug gaan leveren. En mensen willen geen warmtepomp als ze dat niet eruit kunnen krijgen, als blijkt dat het rendement extreem veel slechter is dan was voorgespiegeld. Dus het probleem is met de groene groei dat het altijd gesubsidieerd zal moeten worden. Anders kiezen mensen gewoon weer voor het oude vertrouwde. Want mensen willen eigenlijk zelf wel bepalen in welke auto ze rijden, zonder dat de minister hen dat voorschrijft. Dus het enige hulpmiddel is subsidie. En daar was mijn vraag, wat is het subsidieplafond? Bijvoorbeeld dan bij de elektrische auto, ben ik benieuwd. Tot hoever gaan we? Het woord is aan de minister. Voorzitter, de suggestie die de heer Eertmans wekt, ben ik het niet mee eens. Dat mensen, dat bedrijven niet zouden willen verduurzamen zonder subsidie. Dat is helemaal niet wat aan de orde is. Heel veel bedrijven en heel veel mensen, en ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar ik richt me even op die hele grote meerderheid die dit wil, die dit belangrijk vindt, die dit doet vanuit een motivatie.